Goedenavond, het is zondag 14 februari, Valentijnsdag dus. Welkom bij Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws van vandaag. Afval, dat is al wat er vandaag nog te zien is in en om deze bunker bij Fort de Ruiter in Rittem. Van een illegaal feest dat gisteravond in de bunker werd gehouden. De politie maakte kort voor middernacht een eind aan het feest. 84 aanwezigen kregen een bekeuring. Twee mannen werden aangehouden. Agenten troffen in de bunker een flinke hoeveelheid drugs aan op de grond. Die is in beslag genomen, evenals de geluidsapparatuur. Medewerkers van de gemeente Vlissingen ruimden vanmorgen de rommel op. De schaatsliefhebbers konden vandaag nog eenmaal zwieren op het ijs. Toch nog even lekker samen genieten van het ijs. Ja, ja klopt. Nu kan het nog. Ik weet niet wanneer het weer kan. Dus, ja, vandaag houdt het weer op. Dus nog even lekker schaatsen. Jammer. Ja. Hopen dat het wel binnenkort weer een keer kan. Dat het niet weer jaren duurt, maar yeah. Ja, nu kan het even. Maar het zal snel gedaan zijn met de pret, want de dooi is ingezet. Ja, ook wel jammer. Ik hou er wel van. Voor mij mag het nog wel een weekje doorgaan, maar ja, helaas. Meer over de dooi straks in het weerbericht. Dit jaar wordt er op geen enkele plek traditioneel carnaval gevierd. In Serenhoek bedachten ze daarom een coronaproof optocht in bubbels. We zijn nu de prijsuitreiking aan het doen voor de mooist versierde huizen en straten. We dachten, ja, we moeten toch een beetje in onze eigen bubbel een feestje ervan maken, toch? We hebben alles tegen het licht gehouden om dat te kunnen realiseren. En op een gegeven moment zaten we naar iets te kijken. En toen kwamen we die bubbels tegen en die zijn 1,5 meter. Dus ja, we dachten, dit moeten we doen. Ik denk dat er op zich niks kan gebeuren als iedereen maar in zijn eigen bubbel blijft. We houden afstand en die ballen worden straks helemaal weer ontsmet. En zo moet dat kunnen. Publiek was er wel, maar om een grote toeloop te vermijden, is de optocht vooraf niet bekendgemaakt. Nee, we willen absoluut geen publiek langs de lijn. Verschrikkelijk jammer voor carnaval 2021. Maar er zijn veel ergere dingen door deze crisis. Andere mensen zijn veel zwaarder gedupeerd als de carnaval. En wij overleven het wel. En bang voor een prent? Dat zijn ze niet. Nee hoor, nee hoor. Weet je, het is, als je ziet dat die mensen die aan het schaatsen waren, dat mag ook niet. Dus ja. Je zit in een bubbel van 1,5 meter en houd 1,5 meter alsjeblieft, ja? Een liefdesserenade op de stoep. Want ja, hoe verras je nou op Valentijnsdag je geliefde wanneer je niet uit eten kan? Een strandpaviljoen in Vlissingen schakelde de huisband in, maakte borrelplanken en ging bij de koppels langs. Ook al is het -2 en het zonnetje schijnt, ja, dan had het terras toch lekker volgezeten. Alleen ja, we weten het allemaal, we moeten nog eventjes geduld hebben. En ja, nu proberen we de mensen maar een beetje op te zoeken op deze manier. Kijk eens even wat ik voor u heb. Uw bestelling is gearriveerd. Zo verraste Martin zijn geliefde Suzanne. Beiden mochten al ruim een week niet naar buiten. De serenade en borrelplank waren dan ook erg welkom. Ik ben echt verrast, ja. Ik zit al 10 dagen ongeveer in quarantaine. Dus dit was echt wel een topverrassingje voor vandaag. Dit is echt de liefde, meneer. Ja, hè? Leuk, hè? Ja, je moet wel verzinnen, op een redelijk houdt het om natuurlijk. Dus ik denk bij mezelf van, dit vind ik grote klasse, dus en leuk. Bijna 10 koppels kregen vandaag bezoek van de band Copycat. Ze mochten zelf hun liefdesnummer uitzoeken. Iedereen in de Zeeuwse atletiek kent Sjaak Sienke uit Koudekerke, vooral als tijdwaarnemer. Met zijn 79 jaar gaat hij al heel lang mee. Maar nooit eerder in zijn leven waren er zo weinig wedstrijden. En dan ga je natuurlijk een aantal dingen die je vroeger wel eens gedaan hebt, die ga je weer erbij halen. Je gaat puzzelen, je gaat op een gegeven moment een stukje mechanen doen. Had ik toevallig nog een doos van liggen. Doorlopers, ook dat is iets waar ik me vrij veel mee bezig hou. De afgelopen jaren is Sienke de man van de tijd. Hij zorgt bij bijna iedere hardloopwedstrijd in Zeeland voor de tijdwaarneming van de deelnemers. Maar nu puzzelt hij dus met hele andere dingen. Hoe langer of je aan die puzzel bezig bent, hoe meer of je dus een idee hebt wat er moet komen. En dan ga je dus in de puzzelstukjes ga je zoeken. Hey, dat zou misschien wel eens daar kunnen horen of daar kunnen horen. En op die manier ben je toch met je hersentraining bezig. Hoeveel puzzels heb je in deze coronatijd al volbracht? Nou, dat zijn er toch wel een stuk of 10, 15. De nieuwe hobby's van Sienke lijken vooral bezigheidstherapie. Van hem mogen de wedstrijden zo snel mogelijk beginnen, want die mist hij het meest. Het probleem is dat je natuurlijk je vrienden en je vriendinnen mist.
Want je hebt daar toch een aantal vaste klanten. Waar je dan toch eventjes de dag doorspreekt. En dat mis ik toch wel. Ja, dus jouw wereld is eigenlijk een stuk kleiner geworden. Ja, zeker weten. Ook vandaag was het weer een mooie dag met vrij zonnig weer en na een koude nacht met matige vorst was het voor veel mensen de gelegenheid om de schaatsen onder te binden en van het ijs en winterweer te genieten. In de loop van de dag zagen we wel dat de temperaturen boven het vriespunt uitkwamen tot ongeveer 3 graden. En later in de middag kwam er ook geleidelijk steeds meer hoge bewolking en werd het wat melkachtig. En dat is een voorbode van de veranderingen die er gaan komen, want vannacht volgt er snel meer bewolking en ook regen. Doordat de temperaturen dicht bij het vriespunt liggen en omdat er ook nog vorst in de grond zit, is er daarbij vannacht en morgenochtend kans op verraderlijke gladheid. Morgen stijgt de temperatuur in de loop van de nacht door naar 5 à 6 graden, met in de ochtend nog wel wat regen, maar in de middag overwegend droog weer. Het gaat daarbij vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. De dagen daarna houden we die zuidwestelijke wind en de temperaturen zullen verder gaan oplopen van 7 graden op dinsdag tot 10 graden op donderdag. Het blijft overwegend wisselvallig met elke dag wel wat regen of enkele buien. De zon komt ook later in de week af en toe even tevoorschijn. Tot zover het nieuws en ook het weerbericht. Blijf kijken onder meer naar RegioNet en ook naar onze serie Waar gebeurt over bijzondere plekken in de Zeeuwse geschiedenis. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.